deze week een klokje rond een Toyota Auris. Ja, dat moet natuurlijk een hybride zijn. Arjen, hij is van jou. Hij loopt ook nog op LPG, hè? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, vanwege de kosten doe je dat tegenwoordig, hè. En lukt dat met zo'n auto? Uitstekend, ja. Ik moet zeggen, ik heb daar geen enkel probleem mee. En elke keer dat ik tank, dan lach ik weer om de prijs die ik moet afrekenen. Ja, dus het kan dus wel een hybride op gas? Zonder meer. Ja, eigenlijk is het helemaal geen probleem als je met bepaalde dingen rekening houdt. Hey, en na al die kilometers heb je het idee dat het accupakket nog in goede staat is? Ja, ik heb hem recentelijk nog uitgebouwd. Dat is in januari. Puur om oxide te controleren. Dat gebeurt wel eens bij dat soort dingen. Oxide controleren? Waar... Ja, de koperen contactjes. Daar komt er een bepaalde groene koperaanslag op. En dat heb ik allemaal verwijderd. Om het schoon te maken. Kun je het beter zelf niet doen. Want het is toch wel een bepaalde spanning die dodelijk is als je het fout doet. Ja, en waarom doe je het dan wel? Ja, een soort... Ja, hoe moet je dat zeggen? Eigenwijsheid om het dan toch zelf te willen doen. Ja, nou ja, je bent er in elk geval nog. Dus, ja. Hey, nou, gaat Joep er zo meteen op los? Wat denk je dat je gaat vinden? Dat de banden bijna versleten zijn. Maar dat is een hele bewuste keuze. Ik reis altijd tot de wettelijk minimum af. En voor de rest ja, hoop ik dat hij niet heel veel vindt. Want ik merk er zelf namelijk niets aan. Dat gaat uitstekend met de dingen. Zo nu en dan heb ik voor mijzelf een primeur in Klokje Rond. En dat is vandaag ook weer zo. Want we zitten in een Toyota Auris hybride station. Ik weet eigenlijk niet of dat standaard stations zijn. En zoals sommigen van jullie misschien wel weten, heb ik wel wat met die hybride techniek. Ik vind het wel leuk. Zeker als het goed werkt. En vooralsnog doet het dat wel in deze auto. Ik ken wel wat Toyota hybride producten. Een van de dingen die ik altijd een beetje ingewikkeld aan vind, is dat als je hem op de EV-mode zet, dat je elektrisch kan rijden. Dat is heel leuk en dat werkt ook wel. Maar het batterijtje, ik zeg batterijtje, want de stroomvoorraad is dan heel snel op. Bovendien moet je zo verschrikkelijk langzaam rijden, dat ik me niet anders... dan kan voorstellen dat je iedereen op de weg echt moeilijk irriteert. Maar als je ook maar iets harder wil, dan schakelt hij de verbrandingsmotor weer in. En dus de EV-modus uit. Dus die, ja, voor mijn gevoel zit hij er een beetje voor spek en bonen op. Of als je op een plek rijdt waar verder niemand is of zo, waar iedereen heel langzaam rijdt, dan kom je er misschien mee weg. Maar echt praktisch vind ik hem niet. Maar het kan wel, dus. En hij werkt. Dat is natuurlijk wat ik vandaag moet beoordelen. Accuduur en dergelijke, ja, dat kan ik niet goed testen. Wat ik wel kan zien in de boordcomputer is dat er gemiddeld 1 op 20,3 gereden wordt. En met een auto van dit formaat vind ik dat al gewoon een hele nette prestatie. En dan zit hier ook nog een gasinstallatie in. Ja, dat is wel heel voordelig rijden. Dat is wel echt irritant. We rijden nu 120. En dan trilt hij toch ook wel behoorlijk, vind ik. Ik denk dat als ik harder ga rijden, dat nog wel wat erger wordt. Net bij 100 km per uur voelde ik daar niks van. En je mag natuurlijk maar 100 overdag. Ja, ik kan me voorstellen dat je af en toe toch ook wat harder wil rijden. Het is wel allemaal oerdegelijk verder hoor. Het ziet er ook gewoon echt mooi uit nog van binnen. Dat na bijna 400.000 kilometer. Ik heb ook wel behoefte aan een auto die gewoon weer eens dik voor elkaar is. Dus ik zou het wel leuk vinden als dit zo'n exemplaar is. En een beetje trillen op de snelweg en een paar matige ruitenwisselbladen. Daar gaan geen duimen van omlaag. Dus vooralsnog ziet het er goed uit.
Toen ik hoorde dat de eigenaar zelf een gasinstallatie heeft ingebouwd, toen fronste mijn wenkbrauwen even. Want dat is iets, dat moet je niet te licht opnemen. En als het door gasinstallatiebedrijven gedaan wordt, heb ik daar best regelmatig wat op aan te merken. Wat we hier zien is het tegendeel van al die op- en aanmerkingen. Want alle onderdelen die ik kan zien, die zitten er gewoon proper ingesleuteld. Het ziet er echt netjes uit. Mooie beugeltjes, steuntjes. Er is over nagedacht. Het zit op een logische plek. Tuurlijk, het neemt nog steeds wat ruimte in beslag. En dat zou sleutelwerk kunnen bemoeilijken. Maar ja, je hoeft niet aangesleuteld te worden. Althans, niet vaak. Getuigen het originele kitrandje onder de pakking van het kleppendeksel. Ik zat er net eens naar te kijken. En navraag leert dat daar de afgelopen 2,5 ton in ieder geval niks aan gedaan is. En aan de kleur en de manier waarop het erop ziet, denk ik te kunnen herkennen dat er in de fabriek zo opgesmeerd is. Wat dus betekent dat die auto nog nooit een nieuwe kleppendekselpakking heeft gehad in meer dan 400.000 kilometer. Bijna 400.000 kilometer. Ja, dat is echt wel een teken van kwaliteit. Ander heel leuk ding wat hier opvalt is dat deze motor, die ook in andere modellen auto's gebruikt wordt, wel voorzien is van een krukaspoelie. Dus een poelie waar de multiriem door aangedreven wordt. En die multiriem die drijft dan normaal weer een airco-pomp aan, een waterpomp, een dynamo. Maar al die nevenaggregaten, zoals we ze noemen, zijn door elektromotoren aangedreven. Dus die poelie die zit daar eigenlijk voor spek en bonen. Diagnostische doeleinden, hoorde ik net iemand zeggen. Ik denk ook omdat deze motor ook in andere modellen gebruikt wordt. En dan zit er gewoon een gat in het blok aan die kant, wat afgedicht moet worden. Ja, en als je het spul allemaal hebt liggen, kan ik me voorstellen dat je hem er gewoon opzet. Overigens hebben ze vaak ook nog een trillingsdempende functie. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze hem daarom behouden hebben. Om lang met een auto te doen, is het een voorwaarde dat je er zuinig mee omspringt. Alles kan namelijk kapot, ook bij een Toyota en ook best wel snel als je je best doet. Maar als je er wel zuinig mee omgaat, het onderhoud netjes pleegt, preventief dingetjes doet, dan krijg je een auto die eruit ziet zoals deze. Waar ze gekend zijn om roestproblemen bijvoorbeeld van de subframes, is dat hier wel in beginnende mate te zien. Maar ook meteen weer de koppel ingedrukt door schoon te borstelen en te behandelen met de daarvoor bestemde middelen. Eigenaar heeft de olieaftaplug vervangen door een exemplaar met een magneet erin om te kijken of er slijpsel in de motor zou ontstaan. Is niet zo. Die motor, aan de bovenkant zagen we dat de kleppendekselpakking nooit vervangen is. Hieronder is die ook kurkdroog. Enkel aan de achterkant, bij het deksel van de distributieketting en de spanner al daar, zweet hier een heel klein beetje. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. En dan iets wat helemaal bizar is. De originele remschijven en remblokken zitten er nog op. Bijna 400.000 kilometer. Vorig jaar bij de APK waren die remblokken al een adviespunt van hey, let op meneer, die zijn bijna versleten. En dat vind ik ook. Maar daar doet hij gewoon nog 50.000 kilometer mee. Alleen, ja, dan kan je dus niet sportief rijden. Dan anticipeer je ontzettend goed op het overige verkeer. Dat moet ook wel als je zo'n soort gemiddeld brandstofverbruik haalt. Want dat red je ook niet als je een jakkerneus bent, om het maar even zo te zeggen. Het is echt een teken van, als je er heel zuinig op bent, kun je er nog veel langer mee doen. Dit verhaal vertelt eigenlijk zichzelf. Hè. Er zit een slijtagenok op die banden. Die zit op 1,6 mm. Dat is het wettelijk minimum. Bij de APK adviseren we banden te vervangen vanaf 2,5 mm. Dat is ook gewoon wel echt het moment om het te doen, wat mij betreft. Deze zijn gewoon op onder het wettelijk minimum.
Aan Joep, knappe autorit, hè? Ja, Niek, dit is wel een heel goed geconserveerd exemplaar. Zeker. Wel wat aan gevonden. Ja, we vinden altijd wat. Of bijna altijd. En ergens vind ik het wel jammer, maar ik zelfs een beetje teleurgesteld. Op de snelweg dacht ik bij mezelf, nou, dit zou wel eens echt een pareltje kunnen zijn. Mm-hmm. En daar heb ik ook alweer eens behoefte aan. Het is best wel een complex stuk techniek. Als dat dan allemaal goed werkt, ja, dat... Daar kik ik wel op. Dus het stelde me iets teleur dat er banden onder zitten die gewoon minder dan 1,6 mm profiel hebben. En ik, kak. We waren er bijna, zeg maar. Maar even sec naar de techniek gekeken. En dan niet zozeer de onderhoudsdelen, maar gewoon de staat waarin het hele ding is. Die aandrijflijnen, schokdempers, stuurkogels, spelingen, olielekkages. Er zijn eigenlijk geen defecten. Dus op termijn een keer een paar remblokken aan de voorkant... 4 nieuwe banden, ruitenwisselbladen kunnen beter. Van andere schokdempers zou die ook lekkerder gaan rijden. Maar hey, 384.000 kilometer. En ik denk als je het zou willen, dat er nog een heleboel bij kan. Hey Arjan, ik begrijp jou niet zo goed. Je bent altijd met je auto bezig aan het sleutelen en dingen verbeteren. Zou je niet gebaat zijn bij een auto waar wat meer aan te sleutelen valt? Daar heb ik een hele simpele oplossing voor. Onze zoon die heeft 2 maanden zijn rijbewijs. Sinds een maand zijn eigen auto. En daar besteed ik nu veel tijd aan. Zo simpel werkt dat. Gewoon een ander slachtoffer gevonden. Precies, zo werkt dat. Hey, die auto van jou die gaat volgens mij nog een eeuwigheid mee. Wat ben je ermee van plan? Nou ja, zolang die rijdt en zolang het allemaal prima gaat, sturen we gewoon door... En er zullen hierna wat kosten komen in de toekomst. Maar ja, als ik zie wat ik de laatste 4,5 jaar heb moeten betalen. Je lacht erom. Absoluut.